Wat is precies die C-spot? Ja, de C-spot is blijkbaar de plek waar alle culturele lijnen samenkomen, waardoor je exact kan bepalen welk soort cultuur je nodig hebt, wat je voorkeuren zijn en waar je dus eigenlijk best naartoe gaat en waar je best wegblijft, zonder dat je nog zelf hoeft na te denken, wat altijd een pluspunt is, zeker voor professoren. Mr. Novak, if you are ready, I will introduce you now to the bekende Vlamingen, to detect the C-spot. Yes, thank you. Mrs. Roos van Akker. Hello. Very nice TV personality. This is Roel van der Stucke, a very popular actor, and he also sings. Rick Torfs. I'm a humble colleague only. Very pleased to meet you. Nice to meet you. Yes. Look, that's this way. Yeah. It's glass. It's not the true. Yes, I can see that. Hij heeft eigenlijk niet veel anders gedaan in zijn leven de laatste jaren dan C-spots gezocht. Hij is daar helemaal door bezeten. Maar goed, dat kan hij op een schitterende manier. Wereldvreemd en briljant op één gebied, zoals veel professoren. Er wordt zo'n beetje geheimzinnig gedaan rond het onderzoek zelf, maar hoe ging dat precies in zijn werk? Wel, typisch zoals professoren dat doen. Ze doen eerst heel gewichtig, kondigen aan wat ze gaan doen, proberen dat in een breder kader te plaatsen, de krijtlijnen duidelijk uit te tekenen. En daarna heb je zo wat geduw en gefoefel, pats, boem, pataat, en ineens heeft hij het gevonden. Het duurt langer dan bij jou, hoor. Misschien is dat bij oudere mensen moeilijker te vinden. En waar lag jouw C-spot? Die zou gelegen zijn in mijn linker oorlelletje. Een lichaamsdeel waar ik altijd een geheime sympathie heb voor gekoesterd, maar dat nu plotseling als de grote vedette tevoorschijn komt. I'm sure when you go to the opera, you touch your ear. Other people in the opera, they are sitting like this. Mm-hmm. And other people like this, they touch their cheek, hè? And they have a better impression of the opera. Other people, they touch nothing. Huh? And they fall asleep. Wat moet men doen als men zijn C-spot wil leren kennen? Ontvankelijk zijn voor de wijsheid van anderen. Een professor als deze natuurlijk zijn gang laten gaan. En uiteraard, mensen kunnen surfen naar de cultuurwebsite en daar op een heel rustige manier een paar vragen invullen en het geluk zal in de schoot worden geworpen. Maar ja, nu weten we waar het allemaal ligt en wat nu met de rest van ons leven.